Oké, mensen, dus William is een tijdje geleden geroost op zijn parodie door de enige echte Kermit de Kikker. Nou, gloed nu een video. Vandaag hebben we... En dan denk jij van Steven, waarom is het Kermit de Kikker? Nou, zijn stem die klinkt echt als Kermit de Kikker. Hallo, hier is Kermit de Kikker. Vandaag hebben we weer eens even een leuke parody in petto waar ik op ga reageren. Oké, Kermit de Kikker heeft natuurlijk ook een vriend en dat is Miss Picky. Oké, dus Miss Picky die denkt dat hij mij gaat roosten of a.k.a. Leslie. A.k.a. ik ga mensen roosten die meer subs hebben, want dan heeft hij ook meer subs. Trouwens, ben jij nieuw op mijn kanaal? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. En kunnen we op deze video de 2000 likes halen. En laat ook even in de reacties achter wat je van zijn roos vindt. Dat zal echt super zijn. En dan gaan we nu door naar de roos. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. Moet ik eerst mijn oortjes weer uit de knoop halen. Weet, hey, wie heeft dat nou nooit? Tinko scherp! Oké, ik ben nu op het kanaal van Leslie en wat ik als allereerst al zie is echt heel leuk. We zien mijn thumbnail, mijn hoofd. Waarom moet ik nu weer lachen? Oké, ik heb er best wel zin in, we gaan gewoon kijken. Come on, yeah, let's go. Subsausjes, het is Japan dat Steven vecht. Wat zegt hij in het begin? Subsausjes, het is Japan dat Steven vecht. Subsausjes? Hoi ketchups. Iedereen denkt nu van what the fuck Leslie. Iedereen denkt what the fuck Leslie. Vandaag hebben we een video over een gozer die echt niet what the fuck. Okay, what deze the fuck? Gozer is oprecht een held. Hij geeft namelijk uitleg hoe je je vriendjes als vriendin. Hij zegt dat ik geniaal ben. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud inside. It's the rain. Je relatie hebt, je wil je vriendje slash vriendin jaloers maken. In ieder geval, deze guy geeft daar fantastische tips voor. En laten we die video maar gewoon even bekijken. Ja, ik geef gelijk, die video was ook best wel kut. Maar hey, soms heb je maar iets van 5 uur of zo om een video te maken en te editen en zo. En dan is die kut. Maar ja, daar kan niemand wat aan doen. Auw! Oh. Precies op een stroombordje, jongen. Dat is niet fijn, joh. Inderdaad, wat is er eigenlijk met jouw kwaliteit, man? Dus zijn camera's die kunnen nu gewoon 8K filmen en hij komt eraan met 360p. Het stroombordje is totaal niet fijn. Dat faked hij ook totaal niet, want je had echt totaal geen late reactie of zo. Hey, dat ben ik! Oh. Dat deed zo verrekte zin, jongen. Echt? Dat deed echt zin. Naar deze nieuwe video. Trouwens, even tussendoor. Super tof dat jullie nog steeds kijken naar deze video. Weet je waarom ik nog steeds zei? Omdat 9 van de 10 mensen na de eerste 10 seconden gelijk wegklikken. Dat is ook waarom je boy Steven vecht toen zei nog. Dickhead, you're such a dickhead. Even tussendoor, jouw transition slide. Fucking fantastisch. Oh fuck. Even tussendoor, jouw transition slide. Fucking fantastisch. Gast, je gebruikt gewoon dezelfde transition slides als ik. Ik had echt gewoon nog minimaal 2 uur om die video te editen. Ik weet niet, jij hebt hier misschien 10 uur over gedaan of zo. Oké, de allereerste is als jij een andere jongen complimenten geeft, terwijl ik of zo erbij sta, weet je. Ik moet eerlijk toegeven, dat is inderdaad wel het dingetje waardoor ik persoonlijk. Ah, dit is zo roos. Ik dacht, hij gaat me helemaal doodmaken, maar. Nee. Het valt zo goed. Want als je diegene compleet negeert en niet antwoordt, dan gaat ze je alleen maar leuk vinden natuurlijk. Dan denkt ze echt niet van, wow, diegene haat mij echt of zo. Hij antwoordt nooit meer. Hij is ineens het hele idee van die video van mij vergeten. Het ging er ook om dat je je vriendje ging opfokken. Dus eigenlijk heb ik gewoon gelijk gekregen. Hey! Ik ben zo eerlijk. Het is echt wel super gay. Weet je wel, dat werkte wel. Dat zijn echt van die hele goede tips. Dan gaan ze je steeds leuker en leuker vinden. Ben je retarded? Op deze manier, zo belachelijk. Maar je raakt me. Oké, je raakt me niet. Kom, ga verder. Voor de duidelijkheid, mijn vriendin is fucking echt totaal niet plat. Ze is echt geweldig. Dat even duidelijk is. Fuck jullie allemaal met jullie kutvriendinnen. Die van mij is fantastisch. Tell mij mijn zak. Het is echt heel plat. Wat een lul. Hij scheldt jullie vriendin gewoon uit. Meisjes die nu kijken, ik zal echt naar zijn kanaal gaan. En ik zal echt zeggen van... Wat de fuck schudt u me nu uit? Ik zal het echt zeggen. Maar even serieus, Steven. Wat de fuck zijn dit voor tips, ouwe? Echt, jouw tips zijn nog fucking dommer dan de lines die fucking Snapking spit in zijn diss tracks. Shit, ik ben je namelijk kwijt. Maar als jij mijn tips nou echt heel slecht vindt, gooi dan even die lines op mij. Gooi dan die diss track op mij. Dan wil ik jouw lines wel even zien. Ik vecht even voor de duidelijkheid. Ik haat je niet of zo. Ik vind je een leuke, mooie gozer. Je bent een lekker ding. Ik zal je doen als... Hebben jullie zin in een vingertoverspel?
En voor de rest, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zorg er zeker voor dat je even liked en abonneer. En check die video van Lashley even, dat kan je hier in mijn beschrijving doen. En dan zie ik jou, met je leuke koppie, weer later.